vis. Kijk, netjes. Vandaag gaat presentator Bart Borger op pad met de fanatieke roofvisser Edgar Snoek. De heren laten zien hoe ze struinend achter de snoek aangaan en wat er zoal bij deze spannende visserij komt kijken. Welkom bij Visblad TV. Welkom bij Visblad TV. We gaan vandaag vissen op snoek in Noord-Holland, struinend met kunsthaas, met Edgar Snoek, geloof het of niet. Edgar, wat is het plan? Ja, nou, we gaan vandaag lekker vissen in Annapolona. Het is lekker weer, de zon schijnt en we gaan het gewoon proberen. Dat is een hele mooie stek, er zijn drie bruggetjes bij elkaar. Okay. Met stroming, dus ik hoop dat we daar er eentje kunnen verleiden. Daar ben dus, ik. Dus laten we gauw op pad gaan. Goed plan, ja, let's okay. Go, yo. Top. Kijk, dit zijn echt drie bruggetjes. Ja. Dit is eigenlijk een andere vaart. En daar zit een watervalletje, dus je hebt altijd wat stroming. Ja. Ja, ja, vis. Kijk, netjes. Klasse, man. 10 worpen misschien? Zoiets. Nog niet eens hengen. Ah, dat is meteen een mooie vis, hoor. Nou, dat gebeurt dus ook, hè? Dat hoort er ook bij, helaas. Hij zat licht gehaakt, hè? Ja, onderkaak. Hij zat weer in het lipje. Ja. Onderlipje. Ik heb hem liever gehaakt in het scharniertje. Ja. Via de gratis visplanner-app kun je zien dat het gros van de sloten in en rond Annapolona in de vispas staat. Heb je die? Dan kun je hier dus zelf ook aan de slag. Nou, als je gaat beginnen met snoekvissen, kijk altijd eerst naar het water waar je wil gaan vissen. Of het goed bereikbaar is. Of er geen troep in het water ligt. Vervolgens kijk je ook altijd of er mooie duikers liggen of bruggetjes. Dat zijn toch de plekken waar snoek zich graag ophoudt, omdat daar de aasvis zich verzamelt. En dan ligt de snoek tevens in een hinderlaag om die aanvis aan te vallen. Vaak wat je ook ziet als je een plucht er langs trekt, dat je de aasvis opzij ziet schieten. En dat zijn ook vaak de momenten dat de snoek gaat reageren. Mijn naam is Edgar Snoek, ik ben 49 jaar. Ik woon in Annapolona aan de kop van Noord-Holland en ik vis heel veel op snoek. Goeie achternaam wel. Jelle, ja, dat is, daar ben ik mee geboren. Er komt één ding eerst, dat is toch wel mijn gezin. En daarna staat toch wel de vereniging. Dat is nu nog de SNB. De SNB stond natuurlijk voor Snoek Studiegroep Nederland-België. Dat verandert in Vereniging Nederlandse Roofvissers, ofwel afkort de VNR. En dan ben ik lid geworden sinds 2002. Ja, eerst niet lid mogen worden omdat ze mijn achternaam niet geloofden. Toen moest ik me legitimeren officieel. Toen mocht ik lid worden. Ja, en toen eigenlijk zo langzamerhand steeds meer gaan doen. De snoek heeft gedurende de dag zo zijn bijtmomenten. Vooral vroeg in de ochtend en laat in de middag. Zodra het zonnetje opkomt of ondergaat, dan kun je rekenen op jagende vis. We noemen dat ook wel het gouden uurtje. Het mooiste aan de vereniging vind ik het clubverband, het samen dingen organiseren. Ook de visdagen die we organiseren in het land, in andere regio's waar je aan mee kan doen. Ja, en ook de ouderen leren daarvan. Er komen mensen op visdagen en die leren gewoon ook weer bij. En dat is gewoon heel mooi om te doen. Ja, klein visje. Kijk eens even, Bart. Een klein acrobaatje dit. Ja. Ja, pak dit visje zoals jullie zien, ja, achter zijn kop eigenlijk. Nekgreep kun je dit noemen. En dat is omdat ik gezien heb dat de haak wat dieper in de bek zit. Als ik nou hier de kieuwgreep doe, dan zit mijn haak bij zo'n kleine vis vlak bij de kieuwen, maar ook bij die dreg. En dat is een beetje link. Dus dit is in dit geval beter. Eigenlijk de eerste, hè? Precies. Eentje gemist net. Ja,
We beginnen klein vandaag? Ja, nou, dat is in de woonwijken wat kleinere slootjes, niet zo diep. Dus de kans op wat kleinere vis is natuurlijk wel aanwezig. Hij is wel klokgaaf, maar zet hem gauw terug. Ja, precies. Mooi, dat ga ik doen. En dan gaat hij. Twee keer in de regio Noord-Holland en de regio Oost van onze club. We hebben dus af en toe jeugddagen. De regio Oost doet het vanuit een boot, want het is puur voor de beleving. De regio Noord-Holland doet het echt vanaf de kant. De kinderen krijgen dan eerst een lezing hoe goed met snoek om te gaan. En nou, we geven de jeugddagen eigenlijk om de kinderen die gaan vissen op snoek of op baars of snoekbaars. Die krijgen vaak een hengeltje cadeau met een blinkertje en die gaan dat proberen. En dan vangen ze heel vaak toch wel een snoekje. Ja, en ze weten dan niet hoe ermee om moeten gaan, hoe ze moeten onthaken. Dus dat proberen ze bij te brengen. Maar ook tips van waar kun je als beste gaan snoeken. Wat heb je nodig om te snoeken? Wat voor tangen heb je nodig? Probeer ook niet alleen op pad te gaan. Ja, hangen. Ja, ebbers. Kijk. Nou, het was even stil, Bart, maar ja. Toch op een mooie jerkbait. Mooi visje gevangen. Ja. We gaan hem gauw terugzetten en op naar de volgende. Ja, nou, uitstekend. Nou, deze snoek zat lastig gehaakt. Hij zat op twee plekken gehaakt. Daarom is het essentieel om een goede kniptang bij te hebben, zodat je heel gauw de drecht door kan knippen. Zodat je je snoek snel kunt onthaken en dat hij gauw weer weg kan zwemmen. Ja, vervolgens doe je op je kunsthaasje even een nieuwe drecht. En je kan weer doorvissen. Ik zag een hele dikke kolk tijdens de dril van de eerste vis, dus er ligt meer snoek. Ja. Een maatje kleiner. Leuk visje. Zo, een wat kleinere dit keer. Puntgaaf visje. Toch een hele mooie aanbeet. We gaan hem snel weer laten zwemmen. Kan hij verder groeien. Bij het struinend vissen op snoek is het goed om altijd meerdere stukjes kunsthaas bij te hebben. Want het is voor jezelf leuk om het te kunnen afwisselen. En de snoek is soms ook behoorlijk kieskeurig. Hier een kleine selectie van wat Edgar zoal bij zich heeft op zo'n ochtend of zo'n dag als vandaag. Spinners, een tandem spinner in dit geval, doen het onwijs goed soms. Zeker als de snoek gewoon lekker los is. Je kan ze ook zelf maken. Edgar is er ook fan van. Hier bijvoorbeeld een exemplaar wat hij zelf heeft gemaakt. Je kan ook voor zacht kunsthaas kiezen. Softbaits. Zoals dit swimbeetje, zoals het heet, heeft een klein duiklipje. Duikt waarschijnlijk zo'n halve meter diep, een natuurlijk kleurtje. En je kan kiezen voor pluggen in allerlei kleuren en maten. Een wat grotere, een wat kleinere, meer gedrongen variant. Je kan ook nog voor iets heel anders kiezen. Voor een lepel, zoals deze, waar ik de hele dag al mee aan het vissen ben. Dit is een Paco-lepel en dat is helemaal een bijzonder stukje kunsthaas. Wil je daar wat meer over lezen? Check dan het bijbehorende artikel in het decembernummer van het Visblad. Voor het snoekvissen adviseert Edgar een spinengel met een werpgewicht tot 50 gram, een 2500 model spinmolen en een stevige gevlochten hoofdlijn. Vergeet ook niet het stalen onderlijntje. Kies bij voorkeur voor duurzaam materiaal zoals Seven Strands onderlijnen. Meer roofvistips? Ga dan naar vissendoejezo.nl. Edgar, het zit erop. Ja. Was dit een typische snoek? Ja, dit was een prachtige dag om te snoeken. Het weer zat lekker mee. Beetje zon, beetje regen, wat wind. Nu wat bewolking. Het was zoeken naar de snoek, maar we hebben wat weten te vangen. Dus dan is het voor mij al een geslaagde dag. Voor mij ook. Leerzaam ook. Dank voor je tips. Hopelijk was het voor jullie ook leerzaam thuis. En vergeet je tot slot niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Sportvisserij Nederland. Dan blijf je op de hoogte van deze video's. Tot de volgende.